Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. In de laatste video heb ik deze machine, de MacPow X3 Pro, uitgepakt en in elkaar gezet. Hebben ook even de veiligheidsaspecten behandeld en andere opties. En in deze video wil ik samen met jullie testplaatjes gaan maken. Dat wil ik doen voor het snijden en voor graveren. Met die plaatjes kun je heel makkelijk achterhalen wat de ideale instelling is voor de machine. Dat moet je per materiaalsoort doen. Handig als je achterop eventjes opschrijft welke machine het betreft, zodat je kunt bewaren en later altijd even terug kunt kijken als het nodig is. Nou ja, dat wil ik stap voor stap in deze video gaan doen. Vind je het leuk? Geef even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Als je het belletje aanklikt, dan word je automatisch gewaarschuwd als ik weer een nieuwe video upload. En dan laten we maar gauw beginnen, denk ik. Nou, nu we de X3 Pro van MacPow hebben aangesloten in Lightburn, gaan we eerst wat testplaatjes maken. Dat gaan we doen voor graveren en voor snijden. Ja, waarom doe je dat? Middels die plaatjes kun je heel makkelijk zien bij welke snelheid en welke kracht je bijvoorbeeld nog iets kunt doorsnijden. En bij het graveren kun je zien bij welke snelheid en kracht je een bepaalde kleur krijgt bijvoorbeeld. Of een bepaalde diepte van het graveren. En dat kan handig zijn bij projecten die je later wilt gaan maken. Nou, hoe doe je dat? Je gaat naar boven naar Laser Tools. Dan kies je Material Test. En hier kun je verschillende waarden invullen. Ik heb al wat dingen voorgevuld. In dit geval begin ik even met snijden. Ik heb ervoor gekozen om 10 rijen te maken en 7 kolommen. Uiteraard ben je daar vrij in. Je kunt ook meer of minder maken. Dat is een beetje aan jezelf. Ik vind 10 bij 7 meer dan voldoende. Mijn minimale snelheid heb ik op 100 mm per minuut gezet. En de maximale op 500 mm per minuut. Daar moet je een beetje gevoel voor krijgen. Zeker in het begin kan dat misschien lastig zijn. Als je het niet weet, kun je ook altijd even op internet zoeken. Kijk gewoon naar een vergelijkbare laser. Pak ook bijvoorbeeld een 10 watt, net als deze. Kijk wat anderen doen. Stel die dan in en maak een eerste testplaatje. En aan de hand van die testplaat, van de resultaten, kun je dan bijstellen. Dus zeg dat je alles verbrandt, dan weet je dat die kracht vrij hoog is. Dat die dus de snelheid omhoog moet brengen. Is het zo dat je bijna niks kunt doorsnijden, dan zou ik de snelheid naar beneden brengen. En daar kun je dan een beetje mee spelen. Daar zijn die plaatjes goed voor. Nou, ik heb dus 100 bij 500 ingesteld. Ik heb de minimale kracht van de laser op 30% gezet en de maximale op 90%. Dan kun je nog materiaal instellen. Dat zijn je randwaardes. Ik heb die op minimale 60 mm per minuut gezet. En maximale kracht is 90%. En mijn curve offset is 0,06 mm. Dat is afhankelijk van welke laser je gebruikt. Deze laser, dit model, heeft een breedte van de laserstraal van 0,06 mm. Dus die heb ik daar ingesteld. Dan heb je je tekstinstellingen. Die heb ik ingesteld op 4000 mm per minuut bij 50%. En dat is een fill, dus die gaat die graveren. En dat is de tekst die om je plaatje komt te staan. Dus als ik hier even een preview doe, dat is deze tekst die hier en hier lang staat. Die staat dus op 4000 mm per minuut bij 50%. Nou, dan zie je onderaan de as, zie je 30% tot 90% is je capaciteit van je laser, je kracht. En linkeras zie je 100 mm per minuut tot 500 mm per minuut. Nou, als je dan gaat uitsnijden, dan kun je nou zien dat een gedeelte eruit komt en een gedeelte niet. En dan kun je precies bepalen bij welke snelheid en welke kracht kan die laser nog iets doorsnijden. Nou, zoals jullie kunnen zien kost het ongeveer 9 minuten om het uit te snijden. Ik ga dat eerst even doen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, hier heb ik dan het testplaatje wat we net hebben uitgesneden. Zoals je kunt zien, bij 30% laserkracht kun je bijvoorbeeld bij 100 mm per minuut kun je het gewoon netjes uitsnijden. Maar ga je echter naar de 144 mm per minuut, bij 30% dan kan je het niet meer uitsnijden bij dit materiaal. Dit is 3 mm multiplex. Dus uiteraard moet je dat per materiaalsoort doen. En ook per laser. Hè. Stel dat je een laser hebt van 20 watt, ja, dat is natuurlijk anders dan 10 watt. Pak je bijvoorbeeld 60% lasercapaciteit. Dan kun je zien dat je bij ongeveer 278 mm per minuut krijgt er nog uit. Ga je hoger, dus rond de 322, dan krijgt hij het niet eruit. Dan pak je het maximale, zeg dat het even 90% het maximaal is voor de veiligheid van je laser. Ja, dan kun je rond de 400, iets meer dan 400 mm per minuut, zit je veilig. Als je hem omdraait, dan kun je zien dat bij sommige vlakjes hij er bijna uit is. Maar volgens mij, ik denk dat je beter kunt gaan voor safe. En niet achteraf, als je een project maakt, al die dingen eruit moet drukken. Dus zet hem gewoon iets lager. En dan weet je zeker dat het eruit komt. Ik heb hier ook even het type laser opgeschreven. Altijd handig als je een plaatje maakt. Schrijf even op welk merk en type. Dan weet je ook altijd later als je terug wil kijken welke bij je laser hoort.
Nou, en dan ja, kun je het zo gebruiken als referentie bij toekomstige projecten. Dan nu we een testplaatje hebben gemaakt voor het snijden, gaan we er ook eentje maken voor het graveren. Hiervoor gaan we weer naar laser tools. Je kiest weer material test. Ook hier heb ik al wat dingen voorgevuld. Dus in dit geval heb ik ervoor gekozen om 8 rijen te maken en 9 kolommen. De snelheid ligt aanzienlijk hoger dan bij het snijden. Dus ik heb hier minimale snelheid 3000 mm per minuut en maximaal 10.000 mm per minuut. De minimale kracht is 10% en de maximale kracht van de laser is 90%. Materiaalinstellingen heb ik 1000 mm per minuut voor de snelheid en 90% power. In dit geval staat hij op fill, dus niet op line, want hij gaat niet snijden, maar hij gaat graveren. En als we dan kijken naar de preview, dan ziet het er zo uit. Hier heb je alles wat gegraveerd wordt. Hier heb je de assen, heb je 10 tot 90% kracht. En 3000 mm tot 10.000 mm per minuut is de snelheid. Ook hier weer 0,06 mm is de curve. En je ziet dat het ongeveer 18 minuten duurt om dit allemaal te graveren. Dus ik ga dat even doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Hier hebben we dan ook het plaatje voor het graveren. Zoals je kunt zien, bij 10% en 3000 mm per minuut kun je nog een heel licht vlakje zien. Ga je de snelheid echter omhoog gooien, dan zie je dat die bij 6000 mm per minuut tot 7000 is het eigenlijk wel gedaan bij 10%. Nou, ga je de kracht verder omhoog gooien, dan zie je dat je boven de 60% bij 3000 mm per minuut wordt die eigenlijk niet mooi meer. Dan gaat die echt richting het verbranden. Dus wat je kunt doen is je kunt dan de snelheid omhoog gooien. Dus als je bijvoorbeeld 90% kracht wil. Nou, dan zou ik boven de 5000 mm per minuut blijven met deze machine. Dan is het wel goed te gebruiken. En op deze manier kun je precies bepalen bij welke snelheid en welke kracht je welke kleur krijgt en welke diepte ook. Ik weet niet of je het kunt zien op de foto of op de videocamera, maar hier is het wat dieper dan, ja, dit ligt er bijna op natuurlijk. Dit zit er echt in. Dus op die manier kan zo'n plaatje enorm helpen om dat juist in te stellen. Dan zijn we weer gekomen aan het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets aan hebt gehad. Mocht je vragen hebben over die plaatjes of over andere dingen, laat het even weten in de comments. Dan probeer ik erop te reageren. En dan zien we elkaar hopelijk weer in een volgende video. Later!